Deze jongeren zijn ambassadeurs voor alle Gentse jongeren. Ze willen van de stad een veiligere plek maken door seksuele intimidatie aan te pakken. Plan International België heeft heel wat cijfers verzameld en daarmee gingen ze aan de slag. Cijfers die helaas niet meer zo chockerend zijn voor Ayame. Ik denk omdat eigenlijk ben ik niet echt iets nieuw, chockerend te weten gekomen. Het is niet dat ik opeens dacht van, amai, die cijfers, dat verbaast mij hier echt. Eigenlijk wist ik het meeste daarvan wel al. En dat was eerder geruststellend dat je niet alleen bent en dat er echt wel andere mensen zijn dan hier nu specifiek Helmut en Cato, die er ook echt mee bezig zijn en die ook echt iets willen veranderen. Dus dat was elke keer, dat toonde eerder voor mij dat nog niet helemaal verloren is. Tussen februari en augustus vorig jaar konden jongeren online getuigen waar ze slachtoffer waren van seksuele intimidatie. Er waren meer dan 1000 getuigenissen. Met al die gegevens gingen de jongeren aan de slag op zoek naar concrete oplossingen om van Gent een veiligere stad te maken. Die aanbevelingen overhandigden ze gisterenmiddag aan de burgemeester. Als stadsbestuur nemen we dat heel ernstig en de meerwaarde is niet alleen die getuigenissen en de moed die zij hebben gevonden om dat naar boven te brengen, maar ook de heel concrete aanbevelingen. En daar gaan wij onmiddellijk mee aan de slag. Nu, een aantal aanbevelingen doen wij al, hè. Bijvoorbeeld rond omstaanderstrainingen, daar geloof ik heel sterk in. Ik roep echt iedereen op om omstaanderstrainingen te volgen. De Gentenaars, hè, ons stadspersoneel ook, ook de chauffeurs van de lijn en dergelijke meer. Want uit het rapport blijkt toch wel een heel straf cijfer. 86% van de slachtoffers geven aan dat ze geen hulp hebben ontvangen van omstaanders. En daar willen wij als stad Gent verandering inbrengen door Gentenaars actief aan te leren wat ze concreet moeten doen als ze getuigen zijn van seksuele intimidatie. Want dan mag je niet weglopen. Dan moet je echt gaan naar die dader en zeggen stop daarmee, dit kan niet, dit hoort niet. Nee is nee. Een van de concrete aanbevelingen is ook om die omstaanderstrainingen naar middelbare scholen te brengen. Hoe meer jongeren we geven in onze kant, hoe meer mensen die kunnen vechten. Want jongeren zijn de toekomst. En als de jongeren leren dat dat verkeerd is, dat gaan ze niet meer doen in de toekomst. Ondertussen is een coördinator aangesteld en worden 3 werkgroepen opgericht. Rond die ontmoetingsplaatsen, rond het openbaar vervoer en rond het nachtleven. Gaan we ook heel sterk inzetten op het verder verlagen van drempels. Dus we nemen dat bijzonder te harte en we willen echt samen een streep trekken en die verandering mee echt vormgeven. Ik weet niet of dat nu echt zo... ik denk nu niet dat seksuele intimidatie nu helemaal gaat verdwijnen in Gent door nu één keer een gesprek met de burgemeester te hebben. Maar ik denk dat we wel, hoe de burgemeester daar zelf ook over babbelde, dat we wel konden zien dat hij daar echt oprecht mee bezig is en het oprecht wil doen, het verschil wil maken. Voor Helmut zit zijn opdracht als ambassadeur er nog lang niet op. Nee, dit is echt het begin voor mij. Ik denk dat ik ga verder werken voor iedereen.